Hier gaan we beginnen met de oefeningen van reeks 15. 15 gaat over het presenteren van de werkbladen, de opmaak, grafieken enzovoort. 15.1.1, pretparken. Als ik die open, dan gaat het in de opdracht erover. Ga een keertje kijken hoe dat de afdrukweergave is. Dus ik pak afdrukweergave, hier van boven. Oei, natuurlijk van het juiste tabblad pretparken. Druk op afdrukweergave. Ik kan zien dat ik 17 pagina's te zien krijg, met eigenlijk niet al te best gestockeerde of voorgestelde informatie. Dus dat gaan we moeten aanpassen, dat is ook onze opdracht. 17 pagina's. We gaan een aantal dingetjes moeten aanpassen, zoals kolommen smaller maken, gegevens moeten zichtbaarder zijn, marges, afdrukstanden, zijn wel die dingen die we kunnen wijzigen. Dus ik ga een keer kijken, afdrukweergave. Sowieso, als ik weet dat mijn werkblad aan de brede kant is, dan ga ik zeggen om dat blad ook plat te leggen. Dat doe ik bij Format Page. En ik zeg Landscape, bij jullie heet dat landschapmodus, denk ik. Ik druk op OK, ga eens eventjes kijken, ik krijg al 1, 2, 3, 4 kolommen erop. Die laatste kolom natuurlijk met die extra informatie, die hebben we ook nodig. Dus ik ga proberen dat er allemaal op te krijgen. Bij Format Pages ga ik nog sowieso alles een keer horizontaal centreren, dat doe ik eigenlijk altijd. De marges zouden we kunnen verkleinen. Nu, ik kan dat ook hier doen, bij Margins, en dan zou je die gewoon met de schuifbalk wat kleiner kunnen maken. We gaan die relatief breed proberen te maken. Zo, tot hier en beneden ook tot daar ongeveer. 16 pagina's waar nog wat werk aan is. Close preview. Ik zie dat die eerste kolom breed is, dus ik ga die versmallen. Dubbelklik hier van boven en dan is die al ietsje versmald. Normaal gezien, ah ja, hier staat een vrij lange naam van een pretpark, dus die zou je kunnen gaan aanpassen, die twee, zodat het wat smaller wordt. Wat zijn nog zo van die dingetjes? Je ziet dat de laatste kolom eigenlijk vrij breed is. Dus ik ga zoeken of ik de breedte vind. Zo. Oeh, die wordt zelfs nog iets breder. Dus dit gaat nooit op één pagina passen. Dus wat ga ik proberen te doen? Ik ga die kolom smaller maken. Maar mijn tekst moet natuurlijk nog zichtbaar zijn. Dus ik ga van mijn E-kolom zeggen, via de rechtermuisknop, cellen opmaken, ga ik zeggen dat die de tekst daar binnenin moet blijven behouden. Zo, druk op OK. Dan is alles goed. Dus wordt nu mijn lijn automatisch hoger. Ik ga eens een keertje kijken wat dat als resultaat geeft. Print voorbeeld. Gaat er nog niet op. Ik kan misschien nog eens zorgen dat alles wat ingezoomd wordt. Eens even kijken. Hoe ver heeft hij nodig? Dat is misschien wat te ver. Dus ik ga de kolom nog ietsje smaller maken. Close preview. Zo, als ik die nu tot hier probeer te maken. Eens kijken wat dat geeft. Nog niet. Ah, dit lijkt me oké. Waarom dat hij nu die wrap tekst niet aangepast heeft. Ik ga eens even opnieuw doen. Wrap tekst, oké. Nu zou dat er wel moeten tussen passen. Eens kijken wat dat geeft. Ja, voorlopig staat de informatie erop. Het zijn nog 7 pagina's. Er is nog wel wat werk aan de winkel. Want ik vind het bijvoorbeeld niet mooi dat het bouwjaar hier zo tegen de omschrijving aankomt. Dus ik ga de kolom van bouwjaar sowieso sorteren. En ik ga ook lijntjes tussenin voorzien. Dus ik ga zeggen, die kolom van het bouwjaar, ik zal eens even terug naar links gaan, die ga ik centreren, sowieso. Dan ga ik tussen hele tekst, zo, duid ik aan en ga ik zeggen dat er lijntjes boven, onder en tussen moeten zitten. Dus dat geeft mij al zo wat een duidelijker beeld. Ik vind het niet zo mooi dat bijvoorbeeld, moest er meerdere regels gebruikt worden, dat die informatie hier zo van onder staat. Dus ik ga die informatie van alle cellen altijd zorgen dat die bovenaan begint. Dus dat ga ik ook al doen. Rechtermuisknop, cellen opmaken. En ik ga bij de alignment een keertje zeggen, bij de verticale alignment, dat alles tegen de top moet. Als ik op OK ga drukken, ga je zien dat Lego naar boven gaat. Zo, dus dat wordt van boven uitgelijnd. De kolomhoofding is eigenlijk nog niet mooi opgemaakt, dus dat ga ik wat duidelijker maken. Bijvoorbeeld vet. Ik ga er lijntjes rondzetten. Ik ga er ook voor zorgen, wat gaan we nog doen? Dat het een grijze achtergrond krijgt, bijvoorbeeld. Dat is een lichtgrijze achtergrond. Daar mogen eigenlijk zelfs nog wel lijntjes tussen. Zo. Even kijken. Ja, dat vind ik al prima. Nu, er staat ook dat die kolomhoofding herhaald moet worden. Dus nu staat die alleen op pagina 1. Dus ik heb die ook nodig op pagina 2, 3 enzovoort. Dus dat ga ik ook aanpassen. Format, print pages. Bij jullie heet dat afdruk bereiken. En dan ga ik dat bewerken.
editeren. Welke rijen moeten herhaald worden? Ik klik hier in het invoervak. Ik klik op A1 bijvoorbeeld. En ik krijg mijn eerste rij. Druk op OK. Ik ga eens kijken in het printafdruk voorbeeld. En die kolomhouding wordt overal herhaald. Dat is al goed. In de opdracht staat ook iets van een voettekst. Ik ga eens eventjes kijken. Paginanummer in de voettekst invoegen. Dat gaan we ook doen. Invoegen, kop en voettekst. En dan ga ik bij de voettekst zorgen dat er van onder pagina zoveel van het uiteindelijke pagina zal staan. Oké. Gaan we dat eens nakijken. 0 van 7, 1 van 7. Dat is een beetje vreemd. 6 van 7 als laatste. Dus hij begint met de verkeerde nummering te nummeren. Dus dat gaan we in mijn geval moeten aanpassen. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Dus ik ga dat aanpassen. Format page. En ik weet dat bij, moet ik eventjes zoeken, sheet, heel voorachter. Of dat je daar de eerste pagina nummer kan aanpassen. Dus je zou die kunnen laten beginnen op 5. Maar in dit geval moet je natuurlijk beginnen op 1. Druk op OK en ik krijg pagina 1 van 7. Ik ga even kijken of de opmaak nu correct is. Dat ziet er goed uit, hè. Zo. Voilà. Dat lijkt me prima. Ik denk dat dat alles is voor deze opgave. Opdracht, titels, afdruk, gecomponeerde afdruk, weergave. Dus het resultaat is een heel pak interessanter en leesbaarder voor iemand die dit zou gaan afdrukken, natuurlijk. Goed, op naar de volgende oefening. Ik bewaar die niet. Oefening 15.1.2. Even kijken hoeveel pagina's worden er afgedrukt. We zouden de pagina-indelen kunnen veranderen qua afdrukstand, marges, breedte van kolommen. Dus ik ga eens kijken. Even terug gewoon op 100% zetten. Een heel lange lijst met cijfers uit de bevolking van de verschillende gemeenten. Als ik zou gaan afdrukken, geeft mij dat 30 pagina's. Ook weer zonder duidelijke kolomhoogte. En hier ga je zien dat er ook weer een aantal kolommetjes buiten beeld vallen. Dus dat gaan we onmiddellijk aanpassen. Format page. Bij pagina zeg ik breed, of liggend heet dat bij jullie. Zo is het. Ik ga dat ook weer horizontaal sowieso centreren. In dit geval misschien ook verticaal centreren. Ik ga die marges al wat aanpassen. Ik ga die gelijk leggen overal. Ik vind dat mooier. Overal een centimeter. Oké. Ik ga al zien dat mijn pagina's gereduceerd werden tot 23. Dus dat valt al mee. Alles staat er blijkbaar op. Alle kolommen staan er blijkbaar op. Ik had de marges kunnen aanpassen, net zoals in vorige oefening. Of ik had kunnen in- en uitzoomen. Dat had ik ook kunnen doen. Maar in dit geval lijkt me dat niet nodig. En is dit prima leesbaar. Wat wordt er nog gevraagd? Voeg de volgende gegevens toe in de voettekst of de koptekst. Een paginanummer, een datum en een tekst. Ik onthoud dat als ik kolommen, deze kolomhoofdingen, of de eerste vier rijen in dit geval, als ik die op iedere pagina wil gaan zetten, is het interessant dat de rest van mijn informatie, zoals paginanummer enzovoorts, onderaan staat. Dus ik ga het in de voettekst zetten. Een paginanummer en deze tekst, FOD Economie, ik zal het daar eventjes bij houden. Invoegen, kop en voettekst. In mijn voettekst zet ik aan de linkerkant FOD Economie. Waar dat je dat zet is natuurlijk niet zo belangrijk. Hier het paginanummering van zoveel pagina's bijvoorbeeld. Aan de rechterkant de datum. Daar is ook een speciale functie voor. Een speciaal knopje voor de datum. Oké, al eens kijken wat dat geeft. Even de economie. 1 van 23. En de datum van vandaag. Dat klopt ook. Eens kijken wat er nog gevraagd wordt. Paginanummer. De eerste vier rijen moeten herhaald worden op elke pagina. Ook dat lijkt me logisch. Deze vier. Dus dat zat bij format. Oh, sorry. Ja, normaal gezien wel. Hè. Opmaak en dan heet dat bij jullie afdruk bereiken. En dan druk je op bewerken. Welke rijen moeten herhaald kunnen worden? Je zou ook kolommen kunnen herhalen, maar in dit geval natuurlijk niet, omwille van die lijst. En dan gaan we zeggen de eerste vier. Ik duid van A1 tot A4 aan. Hij gaat de 1 en de 4 vastzetten. Het dollarteken herken je ondertussen uit de vorige oefening. Oké, en opnieuw eens kijken wat een afdrukvoorbeeld geeft. En dat is al veel duidelijker. Ik heb nog steeds 30 pagina's, maar dat komt omdat ik op iedere pagina nu mijn rijen, de eerste vier rijen bewaard heb gelaten. Dat is eigenlijk niet zo mooi dat dat laatste blad zo uitkomt, dus ik ga bij mijn centrering verticaal ook uitzetten, dat mijn tabel terug bovenaan komt. Dat komt toch mooier uit, dat geeft een mooiere weergave. Als we nu zouden nog gaan wat uitzoomen, dan ga je zien dat het aantal pagina's, iedere keer als we zullen uitzoomen, gaat dat aantal pagina's natuurlijk slinken. Ik laat hem op 100% staan, omdat ik wat uitvullend vind. Dat is die oefening. Klaar. Zo.